Dag dames en heren. Eindhoven was al uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld. En nu is onze burgemeester ook nog eens een keer uitgeroepen tot Digital Leader van Europa. Hoe belangrijk is dat en waar heeft hij dat nou precies aan te danken? Ik ga erover praten met burgemeester Van Gijsel. Welkom bij Spotlight. Ja, meneer Van Gijsel, welkom. Dank u wel. Deze keer zitten we in het Philipsstadion. Ja. Voor u wel een vertrouwde plek nog, hè? Ja, ik vind het een geweldige plek. Nou, volgend jaar nog. U zegt nog, maar volgend jaar zit ik hier ook gewoon. Ja. 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 Dat is mooi. Ja, er zijn een hoop dingen waar ik het met u over wil hebben. Om te beginnen, dat u afgelopen week was uitgeroepen tot Digital Leader of Europe. Ja. European Digital Leader. Wat betekent dat eigenlijk? Behalve de letterlijke vertaling, maar er zijn CIO's, dat zijn Chief Information Officers. Dat zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor de hele informatica bij een bedrijf. Het zijn er meer dan 6000 in Europa. Meestal de grotere bedrijven, dus echt de grote bedrijven. Die zijn lid van één organisatie, CIO-net. En die hadden tot nu toe iedere keer de beste professionele CIO van Europa uitgeroepen. En dit jaar zijn ze voor het eerst begonnen omdat ze zoiets hadden. Wij willen toch ook de verbinding maken met de andere wereld. Om een digital leader te benoemen. En de eer is aan mij gevallen dat ik de eerste European Digital Leader ben geworden van heel Europa. En daar ben ik natuurlijk geweldig trots op. Dan moet je het juryrapport erbij pakken waarom. Er zijn geloof ik 18 kandidaten geblind. En dus je kon niet zien wat het was. Maar het juryrapport heb ik wel stukken van gelezen. En dat heeft natuurlijk met de ontwikkeling van de stad te maken. En de hele ideeën over die we hebben, hoe wij technologie aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen binden, hoe we dat organiseren, hoe we erin geslaagd zijn om van eigenlijk die hele reconstructie van een neergaande economie met alleen maar verlies aan werkgelegenheid naar een economie met heel veel werkgelegenheid. Ik zou het nog wel even over hebben, maar want u zegt al van trots op die prijs. Er was natuurlijk ook die onderscheiding voor de stad die uitgeroepen werd, of de regio eigenlijk, tot slimste regio. Wat is nou uiteindelijk belangrijker? Dat eerste. Ja. Ik bedoel het eerste in de zin dat de stad in de tijd, de slimste regio. Ja, titel. Want dat heeft natuurlijk wel een enorme doorbraak met zich meegebracht. We kwamen natuurlijk uit een periode van neergaande economie. We hadden op een gegeven moment 75.000 arbeidsplaatsen in de stad. We zitten nu op, denk ik, nu boven de 170.000. Dus in de afgelopen 10 jaar hebben we er 100.000 arbeidsplaatsen bij gekregen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend veel, meer dan verdubbeld. Dus daar mogen we geweldig trots op zijn dat we dat voor elkaar gekregen hebben. En niet in de laatste plaats hebben natuurlijk die slimste regio ook daar echt in geholpen. Want dat gaf ons internationaal podium. Daar, op basis daarvan heeft de Financial Times gezegd, wow, als je een bedrijf hebt die wil in Europa investeren, ga dan naar Londen, Helsinki of Eindhoven. Ja, dan zie je dat ook wel. Als je ziet, vorig jaar van de 32 buitenlandse bedrijven die zich in Brabant hebben gevestigd, hebben zich 28 in Eindhoven gevestigd. Dus dat is natuurlijk, en dan denk je, dat zijn buitenlandse bedrijven, maar daar zit heel veel werkgelegenheid voor de Nederlanders aan vast. Want die bedrijven die komen dan met een stafje, maar die hebben heel veel lokale mensen nodig. Maar alles wat er achterweg komt, toeleverende bedrijven, maar ook huizen bouwen, winkels, noem alles maar op. En dat hebben we wel gebaseerd op die technologische ontwikkeling. En we lopen ook in Eindhoven voorop als het gaat om hoe gebruiken wij technologie met betrekking tot bijvoorbeeld allerlei toepassingen. Dat vind ik op zich wel interessant. Eindhoven als technologieregio, iedereen linkt dat heel snel natuurlijk aan ASML. En daar is het heel duidelijk, als die zo'n chipmachine bouwen, kost dat meteen, 60 miljoen. Daar gaat het om grote bedragen, wat ook heel veel economische winst oplevert. Maar dat is natuurlijk veel vager voor die onderwerpen waar u het de laatste tijd meer over heeft, van die digitale, of die wat het betekent, die slimme samenleving, zeg maar. Ja, kijk, het is een combinatie. Als je gaat kijken naar wat wij nu aan het doen zijn met de bedrijven, is dat we zeggen, als jullie nou iets willen ontwikkelen, doe dat nou niet op je uppie, maar doe dat samen met bewoners, samen met designers, samen met toeleverende bedrijven, woningbouwcoöperaties, samen met gemeentes. En samen maken wij nieuwe producten die we aan het uitrollen zijn. Er zijn prachtige voorbeelden van. Dus we hebben onze stad ook aangeboden als een soort, zo heet het dan, een living lab, een levend laboratorium waar we dingen uit gaan proberen. Daarom kwam dat Duitse grote onderzoeksinstituut Vrouwen over. Die zei, wij willen in Eindhoven eigenlijk al onze vernieuwingen gaan uitproberen.
organiseren. Want dit is de schaal waarin het te organiseren is, maar het is ook nog een omgeving die daarin geïnteresseerd is. Nou, en zo trekt dat wel een beetje aan en dat is natuurlijk toch wel, wel belangrijk. We noemen dat smart society. Dus het gaat niet meer alleen maar om... Nou ja, ik kijk wel eens rond de wereld, iedereen heeft het over smart cities. En dan vaak betekent dat, en ik neem ze dat niet kwalijk, maar dat zo'n bedrijf als Cisco... Die komen dan met een nieuwe technologie en die zeggen dan tegen zo'n gemeentebestuur: wow, dat kunt u zo introduceren, dan kopen ze dan, dan wordt het geen... Dat doen wij dus niet. Het zal ook wel voorkomen, maar voor ons is het echt veel meer samen dingen, nieuwe producten ontwikkelen, die we ook over de wereld kunnen verkopen. En daar hebben wij een voordeel bij, namelijk wij zijn dan ja, een beetje proefkonijn, maar daarmee lopen we ook vooruit in de toepassing van technologie. We hebben er een voordeel bij, omdat het heel veel werkgelegenheid oplevert. En het bedrijf heeft het voordeel bij dat ze het uit kan proberen en uiteindelijk gewoon goed ontwikkelde producten op de wereldmarkt kan zetten. Ja. Toch wil ik er dan even wat bij halen, want het klinkt heel mooi om hier de samenleving bij te betrekken en voor de samenleving relevante dingen te maken. Maar waar ik dan toch aan denk, op het moment dat er gezocht werd naar uw opvolger, mochten mensen in de stad daar allemaal over meepraten. En daar werd dan toch heel veel gezegd van, ja, we willen nu eigenlijk wel een burgemeester die er ook voor ons is. Laten we heel even naar wat van die mensen kijken. Eentje die veel met de stad op heeft en luistert naar de mensen van de bewoners van Eindhoven, wat die willen. Ja, dat vindt u bijvoorbeeld belangrijker dan iemand die met veel bedrijven gaat praten en werk hierheen haalt? Ja, ik vind het belangrijker dat ze opkomen voor de inwoners. Eindhoven is de lichtstad. Hè? Ik bedoel, we zijn heel erg innovatief en dergelijke. Maar er zijn nog zoveel meer problemen. Ik denk dat daar ook wel op gestuurd mag worden en moet worden, laat ik het zo zeggen. We moeten eigenlijk meer onder de mensen mengen. Want deze zijn niks anders dan het wereldreisje gemaakt hoor. Misschien mag ik dat niet zeggen, maar... Dat zijn toch mensen die kennelijk... niet beseffen op wat voor manier dan al die successen op technologisch vlak voor hun relevant zijn. Ja, nou twee dingen daarover. Ik probeer wel best veel in de stad te zijn. Ook, nou ja, gewoon. Maar heel veel dingen komen ook niet door. Hè. Dus als ik mensen die 100 jaar worden bezoek ga of dat soort zaken. Of als er een overlijding heeft plaatsvond, gaan wij dat natuurlijk niet in de krant zetten als ik daar bezoek naar breng. Dan moet je ook niet mee te koop lopen. Maar het andere is natuurlijk, voor mij is het allerbelangrijkste in het leven dat mensen hun eigen leven kunnen inrichten. Dat er geen jongeren thuis op de bank liggen, omdat ze geen werk meer hebben. Dus werk is een manier om je eigen leven, je eigen zelfstandigheid te krijgen, om voldoening in je leven te krijgen en ervoor te zorgen dat we zo verdienen dat als je niet kunt werken, dat er dan ook nog voor je gezorgd kan worden. Dat is toch eigenlijk wel de basis van waar wij met elkaar zouden moeten zijn. Dus het heeft een hele sociale component. Gewoon met elkaar die samenleving vormgeven. En als het niet kan, dan zorgen we ook nog dat er wel een plek voor je is. En de andere kant is dat jongeren, als ik nou naar de jeugdwerkloosheid kijk. Ja, ik denk dat wij heel trots mogen zijn op het aantal jongeren wat hier in deze regio werk vindt. Ja, is dat hier echt serieus anders dan in andere regio's? Ja, moeten we eens in de grote steden in Nederland kijken. Kijk, ik denk dat dat ook nog wel een oorzaak is dat wij geen veel minder radicalisering hebben. Als ik zie wat er in Rotterdam-Zuid of in delen van Amsterdam of in Den Haag plaatsvindt. Nou, dat zijn toch steden waar we ons wel een beetje mee mogen vergelijken. Dan doen wij dat hier toch wel heel erg goed volgens mij. Daar is toch ook hier in deze regio nog wel sprake van ongelijkheid. Niet iedereen kan zeker in die technologiehoek even makkelijk meekomen. Nee, dat is nog wel, daar heeft u wel een punt. Overigens is met de technologie maar een deel van onze economie. Hè? Dus je had het net over die ASML. Maar als ASML die heeft, ik denk, 68 nationaliteiten. Maar er zitten ook heel veel Nederlanders bij. Maar moeten we eens kijken wat dat betekent in de bouw. Niet alleen het gebouw van ASML, wat er permanent uitgebreid wordt. Maar al die mensen moeten ook ergens wonen. Al die mensen moeten gaan naar cafés, naar restaurants. Al die mensen die doen hun boodschappen. Dat geeft allemaal werkgelegenheid. En dus dat reken je meestal niet toe. Dat als je bij de Primark werkt, dat dat ook komt omdat wij natuurlijk VDL of ASML hier hebben. Of dat als je in een restaurant in de bediening zit, dat dat ook komt omdat Philips en Frank hier zitten. Dat heb je niet meteen één op één door, maar het geeft wel heel veel werkgelegenheid. Er komt nog iets bij, dat afgelopen vrijdag er ook een rapport uitkwam. Waarin stond dat we niet meer zo naar Amsterdam en Rotterdam moeten kijken, maar daar ook nadrukkelijker de Brainport bij moeten betrekken. Dat is wat u al jaren roept natuurlijk, maar ja. Begint dat nou eindelijk door te dringen? Nou, dit was wel een heel stevig rapport. Hè? Dus de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft gezegd, luister, als we nu kijken naar de investering die we doen in de Rotterdamse haven en op Schiphol, is er eigenlijk niet veel legitimatie te vinden als je het afzet tegen de economische betekenis van een aantal andere dingen in het land.
Dus ze moeten wel blijven. Ze zijn ook belangrijk voor de Nederlandse economie. Maar ze zo in de prijzenkast zetten bovenin en daar al je investeringen in doen, dat is eigenlijk wel niet meer aan de orde, zeggen ze. En u moet vooral kijken naar regio's. Eigenlijk naar de regio Eindhoven. Die werd heel expliciet ingenoemd, hè, dus Brainport Eindhoven. En de Amsterdam Internet Exchange, die ook wel, hè, dat is zeg maar die hele ICT-wereld. Die veel prominenter erbij moeten. Nou, het past wel in datgene waar we al eerder van gezegd hebben, dat het al heel belangrijk zou zijn om de verbinding tussen Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, om die te maken in plaats van de Randstad alleen. Omdat als je gaat kijken naar waar zit nou het verdienmodel, nou, dat zit hier in Eindhoven meer dan waar dan ook. Hè. Wij doen meer dan anderhalf keer de economische groei van het landelijk gemiddelde. Nou, dat haalt geen regio, dus we doen het in dat opzicht uitstekend. Dat zegt die raad ook. Maar wij kunnen het ook niet alleen. Wij doen heel veel aan techniek, maar we hebben al die andere dingen hebben we dus niet. Maar als die raad nou zegt, neem nou in dat beleid Brainport meer mee, wat gaat dat betekenen dan? Nou, betekent, we zijn al in discussie met het kabinet. Ik maak mij grote zorgen al langere tijd over de betaalbaarheid van onze voorziening. Iedereen kent de discussie over de ijsbaan en het zwembad. En ik heb het ook wel een paar keer al in het openbaar gezegd. Als je gaat kijken wat Rijk betaalt aan Amsterdam bij hoofd van de bevolking is 195 euro. Dus Amsterdam krijgt 195 euro per hoofd van de bevolking. Rotterdam 180. Den Haag 140, Utrecht 146 en wij krijgen 1,53 euro. Dus dat is natuurlijk, ja, dat gaat er maar nergens over. Dus als je deze economie verder wil versterken, dan moet je er ook voor zorgen dat het voorzieningenniveau, daar zegt de Raad van de Leefomgeving ook heel veel over, zorgt dan dat het voorzieningenniveau ook aantrekkelijk is. Op wat voor manier heeft dat dan met elkaar te maken? Nou, omdat het natuurlijk, kijk, je ziet, en ik heb het met de Captains of Industry, dus met Peter Wenning van ASML, Hans de Jong van Philips en met alle anderen, Wim van der Leegte, vaak over, dat het wel aantrekkelijk moet zijn om talent hier ook te laten komen en voor je eigen bevolking een aantrekkelijke omgeving te hebben. Ik denk dat iedereen ervan baalt dat, ja, wat je ziet gebeuren, dat we een aantal voorzieningen niet hebben en dat een aantal voorzieningen die we wel hebben echt onder druk komen te staan. Het muziekgebouw, maar ook de ijsbaan en het zwembad vooral. En eigenlijk vind ik het raar dat wij geen museum voor technologie hebben. Ik heb het vaker gezegd. Nou, het staat nu op de agenda bij het kabinet. Dat wij geen instituut hebben voor design. Dat er geen echt congresgebouw is waar je congressen kunt organiseren. Maar het loopt naar allerlei voorzieningen door in de stad zelf. Waardoor de aantrekkelijkheid van de stad vergroot wordt. En daar gaan we met het kabinet natuurlijk uitvoerig over praten. Tegelijkertijd vind ik het nog steeds heel raar dat als je vanuit Nederland kijkt, onze belangrijkste economische partner Duitsland is. En dat loopt via Rotterdam, over Breda, Tilburg, Eindhoven, Venlo naar Duitsland. En Rotterdam is daar hele belangrijke. En Eindhoven is een heel belangrijke economische optie. Dat we daar geen ASL hebben lopen. Dat vind ik eigenlijk idioot. Daar heeft u pas geleden, toen Angela Merkel was, in Eindhoven was, nog voor gepleit. Maar dat heeft toch niet heel veel effect gehad? Nou, er was toen al een rapport uit dat zij het in de reservecategorie hadden gezet, die verbinding. Ondertussen heeft de Nederlandse regering gereageerd op dat rapport. Hè, dus een soort inspraak vanuit de Nederlandse regering. En die hebben daarvan gezegd dat ze het eigenlijk niet zo'n standig idee vinden. En dat het gewoon in de Superliga moet komen voor aan te leggen verbindingen. Dus deze is heel expliciet genoemd in de brief van minister Schulz. Minister Schulz van Hagen, die gezegd heeft, in alles wat wij tussen Nederland en Duitsland hebben, is deze lijn de allerbelangrijkste waar je prioriteit aan hebt. Maar dat is toch pas echt een succes op het moment dat die lijst daadwerkelijk wordt aangepast? Ja, dat toch niet alleen maar het zeggen dat je dat eigenlijk wel zou willen? Nee, maar het werkt zo. Wat er uitkwam was de voordracht. Dus dit is wat wij voorstellen. En dan zat hij in een reservelijst. Daar hebben mensen op gereageerd. Daar hebben mensen in Duitsland ook op gereageerd. Ik weet gewoon dat de burgemeester van Düsseldorf geacteerd heeft, maar ook van Stuttgart. De Nederlandse regering heeft gezegd, officieel in de brief naar de Duitse regering, hallo, want wij zijn hier een deel van het netwerk, als u het heeft over de verbinding tussen Nederland en Duitsland, moet u die lijn het eerst doen. En dan nemen ze dit najaar, neemt de Duitse Bundestag, dus het Duitse parlement, neemt daar een besluit over. En dan doet Nederland ook mee? Het gaat eigenlijk, dat is wel het vervelende, het gaat over zaken in eerste instantie om de verbreding van het spoor. We hebben een enkel spoor tussen Nederland en Duitsland. Dus dan zit die trein op Katwijk, gaat goederen en personenvervoer overheen. Om die aan de Duitse kant te verdubbelen, dat is de eerste stap. Dan gaan we er ook snellere treinen over laten rijden. En op lange termijn zal er wat mij betreft, als het even kan, een hogesnelheidslijn moeten zijn. Okay.
Maar u noemt dat ook als onderdeel dus van hoe die Brainport-regio meer serieus genomen lijkt te gaan worden, ook door Den Haag. Want u wilt dan dus meer geld voor voorzieningen van het kabinet. Maar dat is toch ook al een hele lange discussie. Of verwacht u dat het rapport wat er nu uitgekomen is ook gaat helpen dat er echt iets verandert? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk, kijk, we hebben al eerder de kattenbel aangebonden op dit punt. Dat is toch ingewikkeld, want al die gelden liggen vast. Hè. Zoals je naar het gemeentefonds kijkt, zit er zo'n verdeling en die zit al meer dan 10 jaar is die verdeling al zo. En ja, als je van de ene iets bijdoet, dan gaat het van de ander af. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, afgelopen jaar was er niet echt de periode om heel veel geld bij te doen. Maar we hebben wel met het kabinet, ik heb met de minister en de minister-president meerdere gesprekken gehad hierover. Om te kijken wat we daaraan kunnen doen. En het feit dat wij die meerdere gesprekken hebben, betekent ook al dat het echt een onderwerp van gesprek geworden is. Wat het 5 jaar geleden absoluut niet was. Als ze toen zei van, hey, hoe zit het eigenlijk met de verdeling? Dan was er, ja, dan kwam er toch iets van een soort Calimero-verwijt. Nou, dat is nu echt weg. Dus we zitten nu als gelijkwaardig aan om de tafel. En ik ga er ook vanuit dat er op zichtbare tijd gewoon goede voorstellen komen om onze omgevingsfactor, onze leefomgeving, onze voorzieningenniveau verder te kunnen versterken. De vorige keer dat ik u sprak, dat was kort na het bezoek van de koningin. Toen was ze al 2 keer eigenlijk kort na elkaar in de stad geweest. En vlak daarna kwam ze nog een derde keer ook bij het Summa College. Moeten we dat ook zien als teken dat Eindhoven meer serieus genomen wordt? Ja, ik denk dat er best heel veel gebeurt. Het feit dat zij hier komt is natuurlijk niet zonder reden. Hè. Dat de Koning Willem I-prijs hier uitgereikt wordt, komt omdat wij vanuit onze regio al heel vaak de winnaar leveren. Dus nou ja, dit jaar was het Philips, 2 jaar geleden was het VDL. En er gebeurt hier gewoon ook ontzettend veel in ondernemerschap. Niet alleen van het grootbedrijf, maar ook midden- en kleinbedrijf, ook start-ups. Dus dat wordt gezien. En daar werd de Koning Willem I-prijs als een soort erkenning voor de stad en wat we aan het doen zijn hier uitgereikt. Nou, dan is de koning of de koningin daar aanwezig. En die Singularity University, ja, dat hebben we elkaar natuurlijk voor elkaar geregeld en gekregen. En dat is natuurlijk een instituut van wereldformaat met een enorme reputatie waarvan de koning ingezet heeft. Nou, die vind ik wel zo belangrijk, dat wil ik zelf wel openen. En Summa, ja, dat vond ik wel heel leuk, dat ze dat gedaan. Ze maakte dat grapje toen wij weggingen bij de Singularity tot volgende week. En iedereen dacht, nou, dat is vast een grapje. Maar het was dus echt zo. Gaat u dat missen? Ik ga denk ik 60% van wat ik doe missen. Ja. En ik denk dat ik 40% kan missen, nou, laat ik het aardig zeggen, dat ik dat niet zal missen, nee. Nou, dat is de drukte en het gedoe waarschijnlijk. Hoe is er ja, nog meer? Ja, er zit toch wel heel veel. Het is heel veel, altijd, nooit klaar, altijd weer iets nieuws. Dat is ook wel weer interessant, maar altijd het probleem. Altijd weer oplossingen zoeken. Ja, en je bent het 7 dagen de week, 24 uur per uur. En dan doe ik het natuurlijk met de wethouders. Maar er zijn dingen, ja, op het gebied van openbaar orde en veiligheid, die komen op de meest onderdachte momenten, onverwachte momenten. En dan moet je dat toch maar weer staan. Dus dat vind ik, ik heb dat graag met zin en zaligheid gedaan, maar dat zijn toch wel de minder aantrekkelijke dingen. Het zijn de problemen oplossen, dat hoort erbij. Wat ik heel erg ga missen is de verbinding met de mensen. De mensen die samen de schouders eronder zetten. En natuurlijk, ja, ik ben er wel geweldig trots op wat wij met elkaar allemaal hier in deze stad in die afgelopen 8,5 jaar tot stand gebracht hebben. Dat is natuurlijk, ja, dat ziet ook in menigeen wel. Nou, dat vind ik mooi om te doen. En dat, ja, dat gaat er dan even af. Ik wil er graag nog een keer echt met u op terugkijken. Ergens rondom uw afscheid in september. Dus hopelijk nog tot dan. Dank u wel voor nu. Graag gedaan. En u bedankt voor het kijken. Volgend weekend zijn we natuurlijk weer met het programma Spotlight. Dan praat ik met de baas van PSV, waar we nu te gast zijn, Toon Gerbrands. Dus graag tot dan.